Thank you.
Goeiedag allemaal, mijn naam is Evert ten Apel en naast mij zit oud-international Jurie Mulder. Ja, oud-international, dat klopt Evert. Dankjewel. De wedstrijd van vandaag gaat tussen PSV en Excelsior. En hier zien we de beginopstelling van PSV. Deze trainer heeft gekozen voor 4-3-3. En een belangrijke rol lijkt mij weggelegd voor de buitenspelers, toch? Ja, een belangrijke rol voor de buitenspelers, maar natuurlijk... Ga je hem zo de hele tijd noemen? Ook voor de rest van het team. Zij moeten die buitenspelers in de 1 tegen 1 zien te krijgen door goed positiespel. De PSV tegen Excelsior. En dit is de formatie waarin Excelsior 0-0. De trainer heeft zijn team als volgt samengesteld. Meer dan 2 miljoen, denk ik. Pereiro. Ja, 1-0. Pereiro. Lekker. In de cruising, hè? En nu krijgen we een lekkere open wedstrijd. Dat is niet zijn sterke been, maar wel sterk genoeg om mee te... Staat 1-0 voor mij. Pereiro. Lekker in de hoek. Kun je trainen dat hij sterker wordt, hè? Dat is nou echt iets dat trainbaar is. En dat heeft deze speler misschien gedaan. Ja, ik zal de limo met de turret doen. Of hoe heet dat? Ga je dat nou echt doen? Dan ben je fucking dom. Die rem is echt slecht, hoor. Goed geanticipeerd. Ja, I don't know. Dat is een lekker balletje. De bal wordt in het strafschopgebied gebracht. Pereiro! Bijna Pereiro. I can see you from tonight. We gaan eens kopen. Die paas wordt doorzien. Ja, kan ook. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat die schieten? Ik had een keer geld verkocht op GTA. Ja, voor 100 euro. En ik kreeg het niet. Hier geven. Pablo Rosario. Fijn paasje. Die bal lijkt wel de juiste lengte. Tegen een Bergwijn. Oh. Net. Welke? Toch nog een gele kaart. Ik weet nog ineens welke dat is. Blijkbaar toch een zware overtreding. Als het sportauto is. Ik zou... Ja, sorry dat ik dit zeg. Maar ik zou toch de Centornos kopen. Ook al vind ik hem niet fijn. Maar ik ga hem toch een andere keer kopen. Ik wil hem wel een keer weer hebben. Dat zeg ik je wel. Daar zit de tegenstander tussen. Zo'n paas moet veel nauwkeuriger. Dit lijkt nergens op. Mogelijk een goede kans hier. De Jong! En die komt op de ladder, gaat het veld weer in. Het aluminium voorkomt een grotere marge. En daardoor kan deze wedstrijd nog alle kanten op. Blijf spannend, Evert. Ja, heb ik geleerd van mijn vader. Het loopt goed af. Scheid. Het is letterlijk penalty, man. Van achter. Van... Steven Bergwijn. Die wordt weggestuurd. Oh, leuk. Scheid. Panel. Oh. Ja. Sorry, moet je niet maar aan een shirtje trekken? Mag hij zijn handjes dichtknijpen, zeg. Hij krijgt een waarschuwing voor deze tackle. Ik denk dat ik hem geef. Hij pakt mijn shirtje beet. En hij scoort. Pereiro in de cruising, hoor, mensen. Luca Marel, bitch, damn. Het staat 2-0 voor mij. Die de strafschop neemt, alles te verliezen heeft, maar hij schiet de bal.
winnaar uit de strijd. Messaoud. Edwards. Ik zal maar uithalen. I want more. Maar dan moet je timing wel goed zijn natuurlijk. Nee, het idee van de paas was goed, maar er zit iemand Palma. Aan de zijkant. Ja, daar ligt de ruimte. Ik zat de centrum nog koper. Bal voor het doel. Oh mijn god. Hoe slecht. Heb je het echt gedaan? Hoeveel heb je nog over? Bruins. Hij slaagt erin, die paas eruit. Wat? Dan heb je echt nog veel geld over. Er ligt ruimte aan de zijkant. De bal komt voor het doel. En hij scoort. Luc de Jong. Hij werkt een mooi uit de stroom, hoor. Uitstekend af. Deze ga ik klippen.